Met aan de start deze man, Hans Bolte, startnummer 42. En hij is de privéchauffeur van zijn koninklijke hoogheid, prins Bernhard. Het licht is op groen en de man op pole position heette wederom Tommy Coronel. De man die tevens aan de leiding gaat in het kampioenschap om de Citroën AX Cup. We gaan de eerste bocht in en let u op de wagen van Victor van Nifterik. Dat is de lila wagen en Daniel Storm. Die vechten daar een robbertje uit en dat betekent de einde wedstrijd voor Storm. Hij had een verbogen linkervoorwiel. Aan boord bij Chantal van der Sluis, die helemaal achteraan moest starten. Nadat ze gedisqualificeerd was in de training en hier een heel klein foutje maakt in die eerste bocht. Leider in de wedstrijd Tom Coronel. Tweede plaats voor Leon van der Slik. Derde Jip Coronel. Vierde Henk Olijn. Vijfde in de groene wagen is het Rob Karst. En vlak daarachter de eerste dame. Dat is in dit geval met startnummer 19 Amé de Jong. Zij is de regerend kampioene in de Ladies Cup. En het is de eerste keer weer dit jaar dat ze instapt. Een grote voorsprong al in de openingsfase van de wedstrijd voor Tom Coronel en Leon van der Slik. En daarachter komt het veld steeds dichterbij. Monique Rozier is tweede dame. Derde dame is op dit moment met startnummer 7 Françoise Loogman. Met ingaan van de Tarzanbocht dan de aanval van startnummer 4 Henk Olijn op nummer 6. Dat is Jip Coronel. Jip Coronel die op dit moment tweede staat in de stand om het kampioenschap. Naast elkaar door de Gerlachbocht. Dat is bijna volgas in de derde versnelling. Maar hier zit Henk Olijn met nummer 4 aan de goede kant. Zijn zijruit is stuk en er valt nog wat glas uit. En Henk Olijn schuift hierdoor naar de vierde plaats in de wedstrijd. Het race met de AX Cup altijd spectaculair, overal gevechten. En het is Erik Pauw met nummer 22 die een foutje maakt in de Gerlach. En 17 Monique Rozier die eraf spint. En rechts zien we de geel-zwarte wagen van Chantal van der Sluis. En die heeft daar een voordeeltje en die kan weer doorschuiven. Chantal op dit moment op de 15e plaats. Dit is de enorme voorsprong die de leiders genomen hebben. Tommy Coronel en Leon van der Slik op de rest van het veld. En de gele wagen links in beeld is die van Twan Oosterbos. Oosterbos die ook achteraan moest starten na een probleem in de trainingen. Maar zich behoorlijk aan het terugvechten is. Zit op dit moment al in de top 10. Daar zien we ook nummer 30. Dat is John de Vos. Het begin van het jaar ging het goed met hem. Maar nu heeft hij toch wat probleempjes. Daar nummer 19. Dat is Amé de Jong. De best geclasseerde dame op dit moment. En achter haar al met nummer 18. Twan Oosterbos. De vorige wedstrijd stond hij voor het eerst in zijn carrière op het podium. En hier een ander damesgevecht. Nummer 15 Linda Molenaar. En nummer 5 Gwen Caviet. Caviet die daar behoorlijk hard tegen Linda Molenaar aanduwt. Gelukkig kunnen de beide dames hun weg vervolgen. Dat is Hans Bolte, de chauffeur van Prins Bernhard. En die tikt daar Monique Rozier in de Tarzanbocht naast de baan. Monique die daar niet echt blij mee is. Want het is voor haar belangrijk dat ze toch finisht en punten scoort. Want zij gaat op dit moment aan de leiding in de stand om de Ladies Cup. Terug naar de leiders in de wedstrijd. Tom Coronel die een gat heeft van 3 seconden ten opzichte van Leo van der Slik. En 14 seconden daarachter pas de rest. En de witte wagen van Henk Olijn die terugvalt. Colijn die zich waarschijnlijk verschakelt en 4 plaatsen moet laten. En de vierde plaats in de wedstrijd is nu al in handen van de nummer 18. Dat is Twan Oosterbos. En Oosterbos gaat meteen in aanval bij Jip Coronel. De man met start nummer 6. En hij is er voorbij. En Jip Coronel heeft meteen een gevecht achter zich gaande tussen Amé de Jong in de paars-witte wagen en de nummer 12 Rob Karst. Karst die lange tijd goed van voren zat en hier een foutje maakt. Rob Karst spint eraf bij het ingaan van de Gerlachbocht. Dat is een voordeeltje voor de witte wagen van Henk Olijn. Die dus toch weer 1 plaatsje teruggepakt heeft. We komen in de slotfase van de wedstrijd. En nog steeds is het gevecht gaande tussen Linda Molenaar met nummer 15 en de gele wagen van Gwen Caviet. Maar Caviet wordt hier in de mangel genomen door Erik Pauw en Linda Molenaar. Krijgt een duwtje en gaat van de baan. En voor haar is het einde wedstrijd. Maar Tommy Coronel won voor de 4e keer op rij de Citroën AX Cup. Tweede wordt Leon van der Slik. Derde heel knap Twan Oosterbos. Vierde Jip Coronel. Vijfde Amé de Jong. Voor de stand het kampioenschap betekent dat nu dat Coronel een grote voorsprong heeft. Jip Coronel is tweede, Leon van der Slik is derde, vierde is Oosterbos en vijfde is Henk Olijn. De Ladies Cup leidt Monique Rozier nog, Françoise Loogman is daar tweede en Chantal van der Sluis is derde.